Je weet dat er van alles in de grond zit. Waterleidingen, gasleidingen, stroom en nog veel meer. Nu willen ze in de gemeente glasvezel gaan aanleggen. Maar wat is dat nu eigenlijk? Het kan u niet ontgaan zijn, beste kijkers. Stijn maakt zich op voor glasvezel. U ziet het overal, we hoort het overal. Maar wat is die precies glasvezel? Daarover gaan we het hebben met Paul Kempen. Paul, welkom. Glasvezel in Stijn, waarom? Je kan jezelf afvragen waarom in Stijn, maar we leggen het aan in heel Nederland, hè? Maar in ieder geval in Stijn. Wat ons doel is, is om een derde netwerk erbij te gaan bouwen. Want we hebben op dit moment koper van KPN, we hebben de kabel van Ziggo. En het wordt hoog tijd dat er een nieuw netwerk bij komt, zodat we de behoefte die we hebben om televisie kijken, telefoneren en internetten, dat we die kunnen bevredigen, zeg maar. Dat het belangrijk is dat daar van alles mee gaat gebeuren. En, nou, koper kennen we. Wat is glasvezel precies? Glasvezel is eigenlijk precies wat het zegt. Het is een heel dun vezeltje van glas, een draadje van glas eigenlijk, waar licht doorheen gaat. En dat licht, dat draagt de data van A naar B. Het gaat enorm snel en het gaat met 300.000 km per seconde. En dus data is heel snel van de ene plek op de andere plek. Veel sneller als dat het nu is met via de koperen kabels. Ja. En wat is het grote voordeel voor consumenten? Kijk, iedereen kijkt tegenwoordig televisie. Iedereen heeft computer. Waarom glasvezel? Je kan eigenlijk een glasvezelnetwerk kun je vergelijken met de autosnelwegen in Nederland. Als je nu tussen 3, 4, 5 uur 's avonds of 's middags op de autosnelwegen komt, dan lopen die snelwegen vol. Er komt heel veel auto's komen erop en op een gegeven moment komen die auto's vast te staan in een file, doordat er zoveel aanbod is van auto's. En datzelfde effect hebben we nu ook op het kabelnetwerk van de andere providers. Daar komt zoveel data op heen dat het een soort van file aan het krijgen is. En ook daar is filevorming, ja, want we gebruiken het internet en we kijken televisie eigenlijk allemaal op hetzelfde moment. Hè. Dat is 's avonds tussen 7 en 10 uur 's avonds ongeveer. Ja. En doordat iedereen begint te kijken is er dus heel veel vraag naar data en krijg je dus een soort van filevorming op dat netwerk. Dat merk je vaak ook thuis, doordat je internet bijvoorbeeld langzamer wordt of dat je blokjes in je scherm krijgt. Nou, om dat te voorkomen is het van belang dat er een netwerk bij komt, hè, en dat dat nu glasvezel is. Dat is omdat dat het beste netwerk is wat je nu eigenlijk kunt krijgen. En daarom is dat glasvezel geworden. Kijk, en het zal ervoor zorgen dat andere netten ontlast worden. Nou, en dan kunnen die andere netten kunnen dus ook blijven bestaan, hè, want sommige mensen zeggen van oké, prima, straks iedereen op glasvezel gaat, dan ga ik er mooi van af. Dan blijf ik mooi op de kabel zitten. En is op zich is dat heel slim bekeken. Alleen ja, ik zeg dan altijd maar van nou, op het moment dat je van hier naar Amsterdam toe zou willen, dan kun je ook op verschillende manieren naar Amsterdam toe gaan. Dan kun je met de fiets gaan, je kan met een hele snelle auto gaan, of je kan met een vliegtuig gaan. Nou, dat hou je dan ook een beetje op kabel. Hè. Ga je gebruik maken van een kabel, dan lijkt dat meer of dat je met de fiets gaat. En ga je via glasvezel, dan ga je met de snelste auto, zeg maar, die je maar kunt bedenken. Waarom moet het zo snel allemaal? Kijk, want nu vinden we ook wel dat we snel internet hebben, maar met glasvezel gaat het ook sneller. Ja, waarom? Het gaat sneller, maar dat is misschien nog wel niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat er heel veel data tegelijkertijd bij iemand komt, want dat maakt eigenlijk de snelheid. En op zich, vroeger was het helemaal niet zo, voor een paar jaar terug zeg maar, was dat niet eens heel erg spannend. Maar nu, want toen hadden we alles wat via internet ging, dat was vooral tekst.
en teksten, ja, dat is maar heel klein qua dataverkeer. Maar nu, bijvoorbeeld door de komst van YouTube, zijn we allemaal filmpjes op dat internet gaan gebruiken. Dus er is nu heel veel videobeelden en ook geluid daarbij. En dat zijn hele grote datapakketten, die als je dat op een fatsoenlijke manier wil kijken, dan moet er daar een hele grote buis eigenlijk liggen die dat kan aanvoeren. En dat is glasvezel. Is het ook van belangrijk voor de gamers onder ons, mensen die spelletjes willen spelen? Ja, voor in ieder geval die gamers die gamen tegen de rest van de wereld, is dat heel belangrijk. Die kunnen zelfs wedstrijden winnen doordat ze snellere verbindingen hebben. Ja. Hoe gaat het nu? Dadelijk zeggen we, nou, Stijn is er klaar voor, we gaan het glasvezel aanleggen. Wat gaat er gebeuren? Wordt heel Stijn overhoop gegraven? We gaan wel heel veel graven. En dat gaat in ieder geval gebeuren. We doen het wat anders als in de jaren 70, toen het kabelnetwerk werd aangelegd. Hè, want toen gingen alle straten gingen open. Die bleven ongeveer 3 weken open en dan pas ging alles dicht. Nu doen we dat op een andere manier. En nu doen we alleen maar, graven alleen dat open wat we dezelfde dag weer dicht kunnen leggen. Dus dat zijn trajecten van 150, 200 meter per straat, die dus open gaan en dezelfde dag weer dicht. Soms kan het gebeuren dat er een dag later nog een keer geklinkerd moet worden, dus dat er opnieuw de bestrating erin moet. Maar over het algemeen merken omwoners er heel weinig van. Ze zien natuurlijk wel alle mensen door de straat heen lopen, hè, want er wordt, iedereen werkt in oranje hesjes en zijn met die glasvezelkabels aan het afmeten door de straat heen. Dus dat is het trekken van die draden om het af te meten. En dus daar is wel heel veel, gaat er wel gebeuren. Alleen wat ik al zeg, het zijn dagtrajecten. En we maken zelfs mee dat mensen bij ons komen in de winkel en zeggen van, nou, wanneer komen die jongens bij mij graven? Want ik heb ze nog niet gezien, dat we het nakijken en dat zal geweest zijn. Dus het kan ook heel goed en heel snel gebeuren. Ja. Er zijn er mensen die een hele mooie tuin hebben aangelegd. Mm-hmm. Ja, dan komen ze op die glasvezel, dan zitten bij mij door die tuin naar binnen toe. Hoe werkt dat? Ja, het maken van de huisaansluiting is inderdaad een flinke klus. De bewoner moet thuis zijn van het huis. Hè, want we moeten dat glasvezel moeten we uiteindelijk in de meterkast afmonteren. En, dus dan moeten we door de tuin heen of door opritten heen. En, vroeger was het graven, inderdaad, dan werd er een sleuf door de tuin gegraven. Tegenwoordig doen we het iets slimmer, want dan hebben we een soort van raket die we onder de grond door kunnen schieten. Dus er wordt op 60 centimeter diepte wordt er een soort van kanaal gemaakt, net als een mollengang eigenlijk, onder de grond door. En dan voeren we dan de glasvezel doorheen, zodat die precies bij je huis uitkomt. Dus dan kunnen onder vijvers door, onder de plantjes door, onder het gazon door. En hebben we relatief weinig schade met het maken van de aanbrengen van de kabel. Dus geen zorgen over het aanbrengen van de tuin, dat blijft gewoon mooi. Dat blijft gewoon mooi zoals het er nu uitziet. Nu zit u hier in de studio van lokale omroep Stijn. Mm-hmm. Wat betekent dat voor lokale omroep glasvezel? Voor de glasvezel voor de omroep Stijn is is wel een uitkomst, denk ik. A, omdat ze in HD straks kunnen gaan uitzenden. Dus de beeldkwaliteit wordt nog veel mooier als dat het is. In de nabije toekomst misschien nog wel 3D, hè? Want dat zou ook nog een volgende stap kunnen zijn, hè? Dat het in 3D opgenomen gaat worden. En daarnaast is het zo dat glasvezel ook van allerlei verenigingen in zo'n gemeente aan het werk zet. Want zij kunnen namelijk ook uit gaan zenden naast de lokale omroep Stijn. Mm-hmm. Kan bijvoorbeeld de tennisclub besluiten om een soort camera boven een baan te hangen, waardoor die tenniswedstrijden opgenomen kunnen worden. Ja. Dat beeldmateriaal kan via het glasvezelnetwerk verzonden worden naar de lokale omroep Stijn. En die kunnen dat vervolgens weer verwerken. Of in hun eigen programma's, of ze kunnen het als een soort extra kanaal achter hun eigen kanaal zetten. Een apart programmaatje maken. Ja, en dat kan dan bijvoorbeeld live gevolgd worden, of gewoon als die camera altijd aanstaat, dan kan er altijd naar gekeken worden. Want dan komt het namelijk dat er een extra kanaalkeuze komt achter de nummer wat je nu kiest. Ik weet niet wat het zo is hoor. Ik hoor ook berichten dat het voor de mensen in de zorg heel handig is, dat daar speciale dingen mee gedaan kunnen worden. Nou, we zien in Nederland dat de ouderenzorg dat steeds duurder wordt. We krijgen steeds meer ouderen, senioren. En we willen eigenlijk het liefst, en met name de verzekeringen willen het liefst, dat de ouderen die zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En dat betekent vaak dat er
dat er wel van allerlei controles door verpleegkundigen of verzorgenden aan huis moeten gebeuren. Nou, er zijn een aantal van dat soort controles. Die kunnen heel makkelijk opgevangen worden door bijvoorbeeld technische oplossingen. Door bijvoorbeeld, er is een dienst en dat heet medicijncontrole. Een senior moet vaak veel medicijnen innemen. En zo, daar komt dan een mantelzorger voor langs om te kijken of dat inderdaad allemaal gebeurd is. Ja. Nou, dat kan bijvoorbeeld ook via een videokanaal of via een videoverbinding kun je dat ook doen. Dus dan zo'n senior, die neemt contact op met de meldkamer of de meldkamer neemt contact op met de senior. Ja. En vervolgens maken die een praatje, die hebben gewoon een spraakbeeldverbinding via de televisie, hè, want de computers die verdwijnen langzaam zeker uit het beeld, maar het wordt langzaam zeker tv-scherm. Dus zo'n ouderen die neemt dan, of die heeft dan contact, die ziet ook iemand in beeld. En die maakt een praatje over het weer en over van allerlei dingen. En ondertussen wordt er gekeken of dat inderdaad de medicijnen in zijn genomen en dat soort zaken worden dan ook meteen even besproken. Dus het is een leuke controle, het is sociaal ook nog eens een leuke aspect in het geheel. Paul, ter afsluiting van vraag. Mensen hebben allemaal apparatuur in huis staan. De meeste tegenwoordig mooie platte televisieschermen. Computers, laptops, weet ik hoe het allemaal heet. Is dat allemaal gewoon bruikbaar straks? Of zeg je van, ja nee, dat moet wel een beetje hier naar aangepast worden? Nou, het is apparatuur die nu in huis staat, is voor 99% van de gevallen is die gewoon te gebruiken. Een glasvezel geeft straks een aantal signalen, dat is onder andere een analoog en een digitaal televisiesignaal. Dus heel veel oude televisies die kunnen ook gewoon aangesloten worden op glasvezel door middel van het analoge signaal. Mensen die DVB-C-kastjes hebben of CI-plus-modules hebben in een televisie waar een speciale psychokaart in moet, die kan straks ook gewoon gebruikt worden en dan wordt het analoge signaal evengoed weer omgezet naar een digitaal signaal, waardoor dat ze op een prima manier televisie kunnen blijven kijken. Dus wat dat betreft is eigenlijk geen probleem? Nee, je kan zo overstappen. Je krijgt straks van de service providers krijg je de benodigde routers of kastjes, zeg maar, die ervoor zorgen dat je signaal gewoon weer goed werkt op je telefoon en op je televisie en op je computer. Dus dat kan allemaal gewoon werken. Laten we even vanuit gaan dat het in Stijn kan aangestoten gaan worden. Hè? Wanneer zouden de eerste mensen via glasvezel kunnen computeren en televisie kijken? Nou, ik verwacht al dat het einde van dit jaar het al zal gaan kunnen, want we sluiten zeg maar van de zomer af. En als we dan inderdaad de 30% gehaald hebben, dan beginnen we al direct na de zomer met de voorbereidingen van het engineeren, zeg maar, de voorbereidende werkzaamheden. En dan met een klein beetje geluk, en als het weer mee zit, kunnen we in november, december gaan starten met graven. Ja. Dus. Bedankt voor al die informatie en veel succes. En laten we hopen dat glasvezel ons alleen maar voordelen brengt. Dankjewel, graag gedaan. De halve van Stijn is weer terug. Was de cameraman worden B en de dag tevoren had hij opnames gemaakt van de Kenger Triathlon en het NK Sprint. Als eerste opgestart, een mooie atletische sprong. Let erop dat je pas opstart na de matten. Ja, wat een strijd hier. 850 meter fietsen. En hier is ook een mooie atletische sprong. Good show.
worden, hè? En wie komt daar aan met de armen in de lucht? En wie komt daar aan met de armen in de lucht? Met stand nummer 2. Ja, met de lucht. Ja, met de lucht. Ja, zeker wel bij deze Maar ik ben vooral in de top 3 staan bij de wedstrijd. Ja, hi. We hebben de eerste 2 op 3. Je komt langs de Fabrice Brands. Kijk naar die mooie fiets van Steven Matter uit Hugenhoven. Van onze Oosterburen. Vlakbij op het plein. De bergrijking van alle deelnemers uit de Wij komen hier in de bocht. Ook Luc Molheimer komt hier langs. De kom schijnen uit Teuven, de Belgische Teuven. Matthijs Pinkst komt hier ook langs. Timo Jan. Dat is toch een zwaar onderdeel van de veel
En dan zien we daar start nummer 101. Het is Colin Pirovano die daar als eerste aan gaat komen. Goed zo, Colin, let's go! En op nummer 81 zit Joey van het Verlaat. En dan is het al behoorlijk een fanatieke strijd hier. Joey heeft al een mooie snelle racefiets. En de fiets is al klaargezet. Start nummer 71, Ingrid Pinkst. Gaat ook beginnen aan het fietsonderdeel. Twee rondes fietsen van 850 meter. Nog één kunnen halen, kom op. Maar daar is er net Joey van het Verlaat in de categorie Heren 12. Helemaal uit Spijkenisse die hier inderdaad een kleine voorsprong heeft gepakt. Op de nummer 2 in de wedstrijd. En wie is dat? Dat is Anne van Tol. Die ligt hier als dame, dus tweede in de wedstrijd. En daar is nog tijdens het fietsen, maar ik nog steeds zeer mooi in de... Terwijl Ingrid de tweede fiets. Proficiat voor Lisa van Erp, Pien van Erp en Silje Bader. Ja, want dat hij snel is, dat is duidelijk. En op een podium staan is ook een beetje spannend. Proficiat, dame, blijf nog even hier op het podium. Dan gaan we naar de heren in de categorie 8 en 9. Op de derde plek is... Ooms en tantes, opa's en oma's. Dan gaan we naar de categorie. Uw applaus voor de snelste dames hier in de categorie 8 en 9 jaar. 10 en 11 jaar, herstel. Uw applaus voor de snelste jongens in de categorie 11 en 12 jaar oud. Anne van Tol en Colin Pirovano. Die worden even vastgelegd. Voor later. Ja, en dan wil ik even een groot gejuich zien. Dan gaan we een mooie finishfoto maken. En uw applaus voor de snelle kinderen hier in Stijn. Als de atleten over de mat komen, betekent dat een registratie van tijd. Bij de lijn te liggen, maar echt achter de lijn te blijven. Pas ze steeds omhoog geven. Jong management voor start. 5 minuten toestart. 1 minuut aan de paard. Ruimelweg, we zijn start. We hebben het eerste behandel onderdeel. We hebben al de Rabobank Kinder Duathlon. Nu dus de sprintafstand met deze grote groep atleten. Volk het water. En dat betekent dat er her en der wel een tikje uitgedeeld wordt. Maar... Van de Eredivisie, wij komen naar jullie toe. Moment alsjeblieft. Ja, als u het weet, dan mag u het even horen van de trio's die op kop in. Dat is helaas een slechte meeting. Yeah.
Brouwer in de 8 minuten nog winnen. Brandwekker, dat is het opmaak. Dus Michel Mulder en Frank Helmoor. Duitsers, ook op het stuk richting het verhaal van de Wieselonder. Dus Michel Mulder en Frank Helmoor op plek 2 en 3. En hier komt ook de nummer 4 aan. Ben je ook iedere maand aan het zien? 291. Charles Pennington naar Brunsum. Ik hoop je aan Frank Helmoor, vroeger een man van naam, nu als uit het water, hier komt dan er voorbij. Of Michael Kruijden is het water verlaten. Tijdens de wissel, tijdens het lopen al het wetsuit af te strippen tot aan je middel. En dan bij de fiets aangekomen kiezen de meeste atleten ervoor om het helemaal uit te trekken. Pas erop. Ha! I just found me a brand new box of matches.
Gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Mijn Jack Pinkers, maar het zelf kan. Kom Sanders, hij is de man uit Almere. Nog even een korte vraag, zie je het snelste trio-team van vandaag, de Warriors uit B. Zijn je naast Jeroen dezelfde fietsen? Jeroen, wat is het naam? Oké, nou, jullie hadden een mooi team. Ja, hier ook de finish van de mannen in de mooie start nummer 300. Ja, dankjewel. Zo, en daar is dan de eerste naam. Maar met start nummer 430, dan gaan wij een applaus. Dat is Inge Heus. Die heeft dus nog een beetje te pakken. Dankjewel. Inge Heus hier binnen in de mooie tijd van net onder de 21. En met 25 hier bij de fiets is. Dan willen ze nog een stukje mee geven. Ja, ik heb er veel meer lopen. Hallo loesteren, of kijkers moet ik zeggen, we zijn hier weer bij de halve triathlon van Steen is. We terug in Steen en we kijken nu naar de start van alle deelnemers aan de halve triathlon. Het zijn ongeveer 400 deelnemers die te water zijn gegaan, die gestart zijn en die nu hun zwemparcours gaan afleggen. Ja, het is aardig druk hier qua toeschouwers natuurlijk. En ja, ondanks dat het de watertemperatuur 17,3 graden is en het weer nu niet al te bijster is, mogen we niet klagen voor de publieke belangstelling. Vergonig natuurlijk vandaag ook heel goed beelden laten zien van de halve triathlon in Steen. Die toch weer terug is gekomen naar Jurke weg te zijn geweest uit Steen. Inderdaad, een van de Nederlands kampioen van de halve en de Nederlands kampioen van de sprint achter, Bas Diederen. Hier zijn ze met z'n tweeën, een van de weer, hele trio, gisteren dus ook al actief. Toen op die sprinter staat in de Eredivisie. Vandaag, ja. Handen voor de Sterbelaar, ja, de volgende man. Jano Visser. En de eerste dame hier ook al. Met een dagelijkse cap. Althans het begin van het enorme peloton. Dat is ook met name de fout van de peloton zelf inderdaad. Om te kijken naar de... Diederik Scheltegra zit hier, dan weer een van de trio's. Nijske Becks, hier in het trio. Met Oinema zag ik hier Martijn Boom, César Bijlo, Remy Vasseur, Erik Simonstrijk. Zo dames. Sheriff, kom op, Sheriff, kom op, kom op.
Ja, kijk, als de eerste doorkomst, die kent genoeg beleven. Er zijn al heel wat atleten die zijn alweer het water in voor een tweede rondje. Voor uiteindelijk dus dan niet finishen naar het zwemmen en dan over te gaan naar het fietsen. En ja, de eerste doorkomst, dan moet ik eigenlijk zeggen, wordt Edo van der Meer als eerste en tweede Bas Diederen. Er is ook al een uitvaller, die wordt aan wal gebracht door een bootje van de brandweer. En zoals het er nou uitzag, houden we dus waarschijnlijk wel maagklachten. En dat wordt Carlo Pullens. Ja, hier zijn nog allerlei atleten die dus nu aan hun tweede rondje gaan beginnen. Het is regenachtig, het weer zit niet met en de watertemperatuur is nog altijd 17,3 graden. Diederik Schildertra zit hier, dan weer een van de trio's. Hij is correct. Menno Inema zag ik hier, Martijn Boot, César Bijlo, Remy Vasseur, Erik Simon Strijk. Zo komen ze hier allemaal als voorbij. Kijk wat een bullenaar hier is, heel leeg bij de vaten. Gaan we voormalig het Stijn tegenwoordig gewoon achter in Frankrijk. Deze moet een goed zwemnummer. Rick Zijlstra. Hoe is het met de Stijn dus vandaag? Joeri van Op onder andere erbij. En de Middelaar zit in dit groepje. Erik Simon Strijk, Remy van Zeur. En Mirjam Meert. Nou ja. Klaar blijkt. Kijk, iedereen op het zwemonderdeel steeds nodig wat ik. Dat wordt natuurlijk ook. Sven is dan ook uit. Die Sven dan ook nog. Kom op, Bas! Kom op, Bas! Kom op, Bas! Kom op, Bas!
Als iemand neerzetten bij die splitsing. Nou, maar je bent hier gekomen en je fiets staat keurig bij. Ja, en ik heb heel goed gefietst.
Je hebt heel goed gefietst, man. Je zit vlak achter Bas. Ja. Die was al bang dat je er al. Die was eigenlijk al bang dat je er bijna was. En we hebben gehoord dat je heel goed kan lopen. Dus komt toch helemaal goed dan? Het is wel 21 kilometer, hè? Ja, vind ik ook. Geen heisa maken. Je hebt nog een pakket op de grond liggen. Kijk uit hier de ambtenaar lopen. Deze omstandigheden. We gaan blijven met de ja, heel veel gevallen, heel veel uitgestapt, heel veel gevallen. Ja, nou ja, ze heeft echt, Bas is ook vreselijk gevallen. Die is wel voor ons, ze zou bijna ook niet weggaan. Hier ligt nummer 2, hè? Ja, ze is nummer 2 en dan zit er een trio jongen voorop. Nee, dat weet ik, maar dan weet je dat. Dan raak je niet in de war. Komt hij aan? Die doet hij nog. Ook hij de laatste ronde in. Wat van El. En dan wordt daar. Hier is Bas Dieteren! Hij kijkt naar Hoop, het is niet meer nodig, dames en heren. De eerste zegen voor de halve kilo nieuwe stijl. Wegen Stijn gaat naar Limburg, Bas Dieteren! Oh, het is allemaal kort gekomen. Want hier is nummer 2. Hier is Erik Simon Strijk! Ja, dus was het ook logisch dat hij omkreeg, denk ik. Oh, lala, hier ligt hij voor. Pas op Erik Simon als je de finish bereikt, want jouw... Naast de concurrent zit er vlak naast. Oh, ze staan allebei door de knietjes en gaan zo liggen. Dat levert wel mooie plaatjes op. Mooie plaatjes daar op het podium van beide mannen. Allemaal tweede plaats voor Erik Simon Strijk daar. Baalt hij natuurlijk wel van, want het zijn al zoveel tweede plaatsen. Martijn Boot! Ik verloor Tineke van den Berg. Winnaar. Top 10 wilde hij. Het podium is daar. Martijn Boot, de Almeerder. De inspanning. 26-20 voor de top 3. Diederen. En De Vrost, hier is hij, de eerste heer 40. En vierde overal in deze koers. In deze oh zo zware triathlon van de Stijn. Hier is Cesar. Cesar Bijlo. Met de laatste items zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Bedankt voor het kijken. Hoi hoi!
heb thuis een filmgek, een chatter en een beller. Ja, dan wil je natuurlijk de allerbeste verbinding. Kijk op Leibrand.nl met lange ei en DT. Leibrand. Glasvezel. Klaar.